Bus- en boothouders die zorg dragen voor het schoolvervoer hebben vanaf vandaag de draad weer opgepakt. Een voorwaarde daarbij is dat de regering binnen 2 weken haar afspraken moet nakomen. Dit besluit is zaterdagavond tijdens een algemene ledenvergadering genomen. De vervoerders van het Nationaal Vervoerbedrijf, NVB, die ook in actie waren, hebben hun strijdbijl voorlopig ook begraven. Beide groepen hebben de afgelopen week uit ontevredenheid over de uitbetaling van subsidies het werk neergelegd. Deze actie heeft meerdere tongen in de samenleving losgemaakt. Onder meer het jeugdparlement en diverse parlementariërs vroegen hieromtrent duidelijkheid van de regering. Waarnemend minister van Onderwijs, Patrick Bengel, had donderdag geen uitgebreide informatie over de situatie. Hij stelde toen wel dat er gesprekken gevoerd worden tussen de regering en de actievoerders. Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders, OBS, zegt dat onder meer het betaalsysteem dat nu gehanteerd wordt veelal voor problemen zorgt. Hij stelt daarom voor dat de regering uitkijkt naar andere mogelijkheden, zodat de gelden sneller uitbetaald worden. Themen benadrukt dat de actie weer wordt opgepakt als de regering haar betalingsplicht niet nakomt.